De winkelier is onmisbaar. Niet alleen voor onze boodschappen, maar ook voor de leefbaarheid en gezelligheid van de buurt. Samen met een winkelier sluiten we de dag af. Een persoonlijk portret van ondernemers met hart voor de zaak en liefde voor de producten die zij verkopen. Ronald, hoe was jouw dag in de BB-hal? Het was weer een enerverende, hele drukke dag. Het begon vanmorgen chaotisch even, omdat ik nog een zieke had. Maar dat draai je dan zo weer bij en dan moet je even schakelen. En dan op een gegeven moment loopt het weer en dan komen ook de klanten binnen. En ja, dat maakt het gezellig. Al die drukte en reuring om je heen. Ja. En na de middag, tussen de middag op maandag, zijn we altijd een uurtje dicht om te eten. Omdat ik op maandag altijd wat minder personeel heb. En ik toch even de rust wil om te eten. En toen kwam ik terug, toen stonden er al 3 mensen voor de winkel te wachten. Nou, dan zeg je, kom je aanlopen en dan zeg je, jongens, ik heb de sleutel, dus we kunnen naar binnen toe. Nou, dan is de ban al gebroken, iedereen lacht en... Ja, je pakt meteen de eerste en je gaat lekker aan de gang met zagen. En dan probeer je dus die drukte weg te werken. En dat lukte even niet, want er bleven steeds meer mensen gelukkig komen. Dat is toch goed voor de zaak? Ja, dat was echt fantastisch. Dus het was echt een hele mooie dag gisteren. Maar is het elke dag zo? Of? Het is elke dag wisselend. De periode na Sinterklaas tot nu ongeveer is altijd wat rustiger. En dan is het toch altijd wel weer fijn... Als je ziet dat die drukte weer aantrekt. Ja. Maar waar komen de klanten voor? Wat is jouw, zeg, ik weet niet of je kunt zeggen, wat zijn dan de favoriete producten? Waar is de meeste vraag naar? Zoals gisteren, of was het alles wat ze nodig hadden, was allemaal wat maatwerk, wat plaatjes zagen voor op een deur, wat latten voor een kozijn, een onderdorpel voor een kozijn. En dan krijg ik dan een oud stukje onderdorpel wat je na moet maken. Ja, dan kijk je goed en dan ga je dat even zagen voor die mensen. En ja, dan gaan ze weer blij de deur uit. Ja. En jij kunt dat, maar kunnen ze dat ook? Kan de praxis en de... Nee, die kunnen dit niet. Nee. Nee, want die hebben niet een machine staan waar ze dit mee kunnen zagen. En ook niet de specialisme om dat te kunnen zagen. Ja, ja. Want je hebt toch ook wel een klein beetje constructieleer nodig... En dat je weet hoe iets opgebouwd zit. En de klant vraagt gisteren ook van, hoe kan dit nou zo verrot zijn? En hij had wat foto's bij zich. En toen zei ik, ja, ik zeg, de stenen zijn hier en daar ligt dit hout op. Maar er zit geen lood tussen. Dus het vocht van onderuit de stenen trekt in het dorpel. Ja. Nou, bestaan jullie binnenkort 50 jaar? Ja, fantastisch. Ja, ja. Als je terug... Jij hebt niet de volle 50 jaar natuurlijk. Ik heb 50 jaar meegemaakt natuurlijk. Want op mijn 14e ben ik uit school hier op zaterdags. En als ik vrij was en niks had, gaan werken. Mijn vader gaan helpen. En dus je, vanaf 74 loop ik hier toch al in de rondte. Maar als je terugkijkt op die 50 jaar, kun je zeggen waar ben je het meest trots op? Of wat is... Wat zijn de grootste veranderingen in die 50 jaar? Als je ziet, we hadden 1 zaagmachine. En nu staan er wel 5 of 4 zaagmachines. En als je ziet de veranderingen in gereedschap waar je mee werkt. Dat is gewoon zo een verandering. Ja. Ik moest alles vroeger met de hand doen, met een handzaag. En ja, die cirkelzagen die ze nu allemaal hebben, die had je toen nog niet. Die moderne spullen. Ja, en dat is echt wel geweldig. Ja. En de grootste verandering is natuurlijk geworden dat ik op een gegeven moment de kans kreeg om het pand van de visboer hiernaast te kopen. Wat we gedaan hebben. En om de winkel uit te breiden en te maken zoals hij nu is. Ja. Dus eigenlijk een mooie ruimte om je werk te doen. Ja. Maar in die 50 jaar heb je ook de concurrentie gekregen van, zeg maar van de grote ketens. Hè? En als je kijkt wat jullie hebben en wat je in zo'n grote bouwmarkt vindt, dat is een wereld van verschil. Maar hoe ga je daarmee om? Wat je in de bouwmarkten allemaal ziet, zijn natuurlijk wat ik allemaal heb je echt nodig als je thuis een kleine verbouwing hebt. Die spullen heb ik allemaal. Ja. Op verf na, want de bouwmarkten geven 40% korting.
ik weet niet hoe ik daarbij moet komen, want ik krijg dat niet van de groothandel en van de leveranciers. Dus toen heb ik gezegd, jongens, alle verf gaat eruit, want dat kunnen we niet verkopen. Maar de producten die je nodig hebt om allemaal te maken, ja, dat heb ik allemaal, zoals scharnieren en hangen sluitwerk, dat hoort daar natuurlijk bij. En plamuur en verf, elektra hebben we een klein gedeelte, zodat je een stopcontactje kan verwisselen. Je kan een gootsteen, nieuwe sifonnen onderbrengen, al die producten hebben. En op hout zijn we natuurlijk zeer breed gesorteerd. Wat je niet bij de bouwmarkten vindt, dat je ruige balken hebt. We kopen hele boomstammen in. En dan, dat is altijd prachtig om te zien, komt zo'n boomstam aan. En die is al in plakken gezaagd van 5 centimeter. En dan maken we dan ja, zo'n blad als dit, waar we nu op staan te leunen. Dat maken we daarvan dan. Ja. Dus dat wordt allemaal ter plekke gemaakt. Want in feite kun je zeggen, je hebt een soort meubelmakerij, een bedrijf in een bedrijf, hè? Ja, we zijn een bedrijf in een bedrijf. En de drempel is natuurlijk laag. De mensen komen om iets te kopen. Je kan bij ons ook nog de schroefjes loskopen. Als je er 5 of 10 nodig hebt, koop je die. Dus ik kwam er neer om 2 verschillende schroefjes van iedereen. Nou, dat is leuk. En het was ook nog zo mooi, die meneer kwam uit Hongarije. Dus ja, ik verstond hem niet. Ik wist niet wat hij nodig had. Ik begreep hem niet. En opeens zei hij metrisch. En dat begreep ik toen. Dus toen liep ik naar de bak met metrische schroefjes. En toen zei hij het duimpje omhoog. En toen had hij die 2 schroefjes. Wat leuk. Maar even terug. De meubelmakerij. Hoe is die ontstaan? Wat? Dat we vroeger de doe-het-zelf-zaak alleen hadden, vielen er ook wat rustige momenten. Ja, en om dan niets te gaan staan doen. En je was klaar met opruimen. Denk je, ja, wat zal ik nu gaan doen? En mijn vader had nog het bouwbedrijf, Weijerbouw. En dan moest er bijvoorbeeld een raampje gemaakt worden. En toen zeiden we, oh, geef dat maar hier, wij maken dat raampje wel even. En Dirk, die hier begonnen is vroeger met mijn vader om in de winkel samen de verkoop te gaan doen. Die was een enorme goede scheepstimmerman. Dus die wist echt wel hoe hij een pennengatverbinding met de hand moest maken. Ja. Dus dan werd hier gewoon een raampje keurig achtergemaakt. En dan hadden de jongens van het bouwbedrijf dat raampje nodig. En dan kwamen ze dat halen, keurig gegrond, met een stukje glas erbij. En zo is dat eigenlijk begonnen. En toen zei Dirk, ik heb eigenlijk een kast nodig voor die en die. Zullen we die eens gaan maken? En toen heb je hier die hele kast dus in demo gemaakt. Nou, de klant vond het goed. En zo is dat eigenlijk een beetje ontstaan. Ja. Dus ook de kleine dingen die de mensen nodig hadden om dat te maken. Ja, ja. Ja, want als je door het centrum van Zaandam loopt, dan kom je ook een werkstuk van jullie tegen. Hè? Ja, ja, dat is in de gracht bij het Groene Pandje. Daar heb ik de eer mogen gekregen om die boot te mogen maken, die terrasboot. En dat was echt fantastisch. Als je dat ziet, dat resultaat wat je neer hebt gezet. Je krijgt een schets en je gaat daarmee aan de gang. En je gaat dat maken. Met kan havenhout hebben we een pontons gemaakt. En toen heb ik alles uitgerekend hoe we alles moesten gaan maken. En toen zijn we dus die boot gaan maken. Dus op de pontons die daar lagen, hebben we dus een heel frame gemaakt. En alle, hoe heet het, de constructie van waar de banken op zitten, die heeft Pema gemaakt, dat is een metaalbedrijf. En die hebben we zo helemaal in de vorm gemaakt. Hierachter was een parkeerterrein van Garage Boy. En toen had ik aan Klaas gevraagd van, mogen we daar die pontons op leggen? Dus daar hadden we die pontons op gelegd. En op die pontons hebben we eerst op het droge alles uitgelijnd, dat je echt een mooie vorm van die boot kreeg. En toen, ja, dat tot een goed eind. En daar ben ik trots op, dat ja, die boot. Ja. En René is er ook heel blij mee. Ja. Dus dat was echt een heel mooi werkstuk. En heel bijzonder dat je dat hebt mogen maken. Nou, wat jullie maken is heel bijzonder, hè? Maar ja. Zijn er ook voldoende vakmensen om dit soort producten te maken? Er zijn vakmensen die er zijn, maar het wordt steeds minder. En wij werken samen met het Hout- en Meubeleringscollege uit Amsterdam. En daar krijgen we dan 1 of 2 stagiaires per stageperiode. En dan probeer je daarna te kijken van, hé, jij bent goed. Vind je het leuk om hier te blijven? Ja, ja.
En zo probeer de jongens allemaal op te leiden totdat je goede krachten hebt. Ze houden kan je ze niet, want op een gegeven moment willen ze toch na een jaar of acht verder kijken. En dat begrijp ik. Maar het is wel fijn als je zelf jongens opleidt tot een goede timmerman. Ja. En als de wilde maar is, dan gaat het meestal goed. Maar dat vergt van jullie ook veel, want veel begeleiding, hè? Ja, taak erbij, zeg maar. Ja, ja, dat is ook zo. Maar als je dan op een gegeven moment resultaat ziet, in het begin is het eventjes vroeten en verdorie, waarom ken je dit dan nog niet? Maar door goede uitleg komen ze steeds verder en doe je het steeds beter. En dan denk je, ja, aan het einde, als die 3 maanden om zijn van hun stage, denk je, nou, ze hebben toch een hele progressie doorgemaakt. Ja. En ze leveren nu allemaal mooi werk af. Ja. Dus ja, er werken dus 4 mannen. En 1 dame ertussen nu. Dus, ja. En dat is leuk. En ja. De sfeer is dan ook anders. Ja? Ja. Wat voor opzicht? Als je met man alleen bent, is het altijd een wat matte sfeer. En nu er een dame bij zit, ik hou toch wel van netheid. Dus het is gewoon een andere sfeer, merk ik. Dat is leuk. Ja, ja. En positief. Ja. Je bent geen zeg maar directeur die achter zijn bureau zit en iedereen stuurt en stelt. Je loopt gewoon op de werkvloer. En, ja, ja. Omdat ik natuurlijk ook alle klanten help en ook de opdrachten van de klanten aanneem, weet ik precies wat de klant wil. En dat moet ik dus overbrengen aan mijn jongens. En achter een bureau kan dat natuurlijk ook, hier heb je een blaadje, zoek het maar uit. Maar je kan ook even meelopen en zeggen, kijk, de klant wil dit en die wil dat. En als je het dan zo maakt en zo maakt, lijkt mij dat het beste idee. Ja, ja. En als ik nu ook zeg van, jongens, je hebt dit gemaakt. Ik zeg, maar dit moet zo glad zijn, dat er een dame met een panty langs kan lopen, dat er geen ladder in komt. Ja. Ik zeg, en een dame krijgt een werkstuk en die voelt. En als het glad voelt, is het product al voor de helft goed. En dat is dus belangrijk. De afwerking is heel belangrijk. Dus als het product klaar is, loop ik en dan kijk ik, ga ik met mijn handen er langs en dan voel ik ook wat gelijk is allemaal. Jullie vieren binnenkort, of jullie vieren je 50-jarige bestaan, hè? Ja. Als je naar de toekomst kijkt, naar de volgende 50 jaar, wat zie je dan? Daar heb ik geen idee van. Nee. Nee, want zelf hou ik het natuurlijk 50 jaar niet vol meer. Nee. En mijn zoon en mijn dochter zitten allemaal in de medische wereld. En die volgen mij niet op. Dus die zitten totaal niet hier in de zaak. En terwijl ze er alle twee wel gewerkt hebben. Ja, ja, ja. En dat is ook leuk om te zien dat heel veel jongens die hier op de zaterdag een zaterdagbaan hebben gehad, allemaal heel goed hebben leren werken en goed terecht zijn gekomen. Maar heb je wensen voor de toekomst? Zou je iets willen veranderen? Nou, ik word natuurlijk 13 februari ook 65. En ik ben nu aan het kijken van hoe kan ik het wat rustiger aan gaan doen. Niet meer zoveel werken. Want het is niet alleen op de dag hier 10 uur zijn. Het zijn ook nog de avonden die je meepakt. Om je administratie bij te werken en allerlei andere dingen uit te rekenen. Dus dat hoort er ook bij. En zo op maandagavond ga ik altijd bij klanten opmeten. En zoals gisteravond had ik 8 klanten op een avond. Maar ja, dat is wel even doorrezen. Maar dat hoor je vaak, hè? Je bent geen winkelier van 9 tot 6. Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Nee. En maar het leuke was weer gisteravond mijn laatste klant die zegt, Roon, kom even lekker zitten. En waar ben je geboren? En hij wil alles van me weten. Maar ik zeg, ik heb geen tijd. Ik zeg, het was toen al tegen 10. Ik zeg, ik zou thuis koffie drinken bij Karin. Want Karin is natuurlijk een hele belangrijke factor in het bedrijf. Die verzorgt natuurlijk alles wat er in het bedrijf moet gebeuren. Maar die verzorgt ook de hele boekhouding. En als ik zonder haar, had ik natuurlijk nergens iets geweest. Net als ik zonder mijn jongens die hier werken, wat een goed team is, wat een fijn team is, wat wij erg waarderen ook. Zonder hun kom je er niet. Nee. Alleen. Nee. Want je hebt elkaar nodig.